Vind jij jezelf wreed in de keuzes die je maakt? Nee. Nee? Nee, ik zou echt niet weten wat er... Nee. Maar dat is niet iedereen met haar eens. Toen ze de zieke kat doodde en er een tas van maakte, kreeg ze de halve natie over zich heen. Hoe ging dat? Nou, dat is eigenlijk precies hetzelfde als hoe gaat het op het moment... Wat gaat er aan vooraf voordat iemand besluit om naar een dierarts te gaan en je kat daar te brengen om een spuitje te laten geven? Dat is exact hetzelfde proces. Alleen, ik wilde dat niet laten doen door een vreemde waar mijn kat ook nog bang voor was. Mijn kat was doodsbenauwd voor de dierarts. Ik wilde dat zelf doen. Ja. Dit was Tinkerbell. Het is nu een jaar geleden gepubliceerd. Ja. En dit is ongeveer 1% van de haatmail die ik heb gekregen. Denken dat het vreed is wat je doet? Dat heeft te maken met de norm die je hanteert. Wat is vreed? Ja. Als ik door de stad loop en ik loop langs de Burger King of zo en ik zie iemand een hamburger in zijn mond stoppen, dan moet ik bijna overgeven, omdat ik alleen maar zie wat daaraan vooraf is. Niet alleen zeg maar die brok antibiotica die iemand lekker op zit te eten, maar ook het dier wat uit de fabriek komt en wat daarmee is gebeurd en wat in een hele korte periode is vet gemest, terwijl aan de andere kant van de wereld mensen verhongeren. Dat is wat ik zie. Ja. En dat is mijn norm. En dat vind jij vreed eigenlijk? Die hamburger eten, dat vind ik vreed. En dat begrijp ik niet. Eigenlijk ben je gewoon een heel lief meisje wat van dieren houdt. Niet verder vertellen. Nee. Ja, toch?